deze video binnen 3 seconden voor extra geluk. 1, 2, 3. Er zijn aapjes in Adopt Me. Er is een kermis. Wauw, de wereld staat op hol. Het is tijd. Het moment is daar. Oh, dit is zo gaaf. De aapjes zijn bij de fairground in Adoption Island. Wil je er naartoe? Natuurlijk wil ik er naartoe. Ik ben zo excited. You are kidding me. Oh, dit is zo gaaf. Er is een speelgoedaapje. En er staat, pak een normaal aapje als je hem wilt transformeren in een speelgoedaapje. Maar ik heb geen aapje. En er is een Monkey King. En ook daarbij staat dat je eerst een normaal aapje moet hebben om hem te kunnen veranderen in de Monkey King. Wauw. Oké, dit is echt super amazing. Dit is het allernieuwste. Oh, dit is als een... Er is een ninja-aapje. Oké, wacht even. Er is dus... Hold up. Het gaat ineens heel snel. Er is een speelgoedaapje, de Toy Monkey. Er is een Monkey King. Dat is de koning-aap. Dan is er een ninja-monkey. En dan is er een business-monkey. Oké, weet je wat ik denk ik ga doen? Oké, weet je, voordat ik dat ga zeggen, laat ik eerst even kijken hoe duur ze zijn. He, want schijnbaar zouden we ze dus kunnen krijgen. Even kijken. Oh, er zijn 2 verschillende soorten. Er is een normale monkey box... En er is een premium monkey box. En waar ik een beetje bang van word, is dat er zeg maar bij de normale monkey box staat er een prijs. $600. Maar bij de andere staat er geen prijs. Which means dat het waarschijnlijk alleen te koop is met Robux. Am I right? You are kidding me! Ik ben aan het twijfelen. Ik wil het doen, maar ik zie dat ik letterlijk te weinig Robux heb. Tenminste, ik kan kiezen voor 1 van deze 2. Ik kan gaan voor de goedkope monkey box. En ik kan gaan voor de... dure monkey box. Oké, weet je, jullie mogen kiezen. En ik denk dat ik dan al weet welke keuze het gaat zijn. Ik ga de allerduurste monkey box kopen. 195 Robux. 3. Oké, dus wacht even. Wat kunnen we krijgen voor alle duidelijkheid? Oké, de kans dat je een aapje krijgt is heel klein. Alright. De kans dat je zeg maar gewoon iets van speelgoed krijgt is veel groter. Het staat hier ook. De kans op een legendary is 5%. Dus het wordt lastig. Ik denk letterlijk dat er bijna nog niemand met een aapje is. Oh, je wel! Oh, er is hier iemand met een aapje! Oh, ze is super blij! Oh, je hebt een aapje! Oh, jij hebt er... En jij ook! Of niet? Is dat een aapje? Oh nee, dat is een... Dat is een hond. Job, zie je het verschil tussen een aapje en een... Wow, oké, jij bent ook een hond. Oké, 3, 2, 1. Aapjes in Adopt Me. Oeh. Ik zou dit eigenlijk bijna aan iemand willen weggeven. Weet je wat? Like, abonneer. Laat 2 nieuwe mensen abonneren en spam in de comments. Aapjes zijn cool als ik ook eens een keer een giveaway moet doen. De volgende keer. De volgende video. Gewoon als ik dan zo'n dingetje moet weggeven. 3, 2, 1. Wat zit erin? Wat zit erin? Oh! We hebben een aapje! We hebben er 1! Yes! En hoe groot was de kans? 30%! Oh, we hebben een aapje! Oh, you are kidding me! Oh, dit is zo cute! Oh! Bedenk een leuke naam. Bedenk een leuke naam hier beneden. Yes! Maar wacht even. Dus nu kunnen we hem veranderen in een van deze aapjes, right? Er staat, ik ben een speelgoedaapje, meester van plezier. Geef mij 3 kimballs en ik zal jou leren hoe je ook plezier kunt maken. Oké, dus we hebben 3 ballen nodig. En dan kunnen we ons aapje veranderen in een speelgoedaapje. Maar wat zijn chimballs? Chimballs, is dat iets wat je erg... Iemand is echt super slim. Iemand heeft hier zeg maar een limonadekraam neergezet. Waarschijnlijk omdat diegene weet dat er genoeg mensen hierop af zullen komen voor de aapjes. Wacht, een chimball, wat is dat? En wat heb ik eigenlijk nog meer gekregen? Want ik had meer dingen gekregen, right? Ik had ook toys. Wat is dit? Wat? Wow! Ik heb een monkey pogo stick. Oh, dat is amazing. Dat is zo gaaf. Ik heb letterlijk een pogo stick gekregen in de vorm van een aapje. Terwijl ik een aapje vasthoud. Het leven is één groot spinnenweb van complicaties en onduidelijkheden. Maar dit is amazing. En wat heb ik nog meer? Ik heb een frisbee. En wat kan ik daarmee? Oh! Mijn aapje komt... Oké, wacht. Ik ga hem heel ver gooien. Huh? Ah! Gaat hij hem halen? Huh? Gaat het hem lukken? Hij is achter de bank gevallen. Oh, ik hoop dat hij het kan vinden. Ja! Nice! Oh, jij bent een beast! Jij bent een beast! Oké, 3, 2, 1. Helemaal aan de andere kant. Ah.
Ons aapje is zo cute. En krijgt het gewoon iedere keer voor elkaar om de frisbee te pakken. Oké, wacht. Ik ga helemaal hier staan. En ik gooi hem zo ver als ik kan. 3, 2, 1. Ah! Oh, kijk dan. Oh, dit is zo schattig. Dit is echt serieus zo schattig. Er is hier een dame met een vossenstaart. Oké, weet je wat? Ik ga iets doen waarvan ik niet zou durven dromen dat ik het doe. Maar ik doe het omdat ik weet... Oké, wacht even. Ik moet eerst zeker weten of zij wel of geen aapje heeft. Ik denk dat als zij een aapje zou hebben, dat ze hem zou vasthouden. Ik wil iemand blij maken. Ik wil iemand blij maken en ondertussen wil ik jullie blij maken door dan vervolgens weer zo'n monkeybox te openen. Dus, believe it or not, maar ik sta op het punt om iets te doen. Ik sta op het punt... Ik weet niet of ze het wilt, maar als ze het wil... Oké, check this out. Ik geef mijn aapje. Ik geef letterlijk mijn aapje aan dit meisje. En ik hoef er in feite hoef ik er niks voor terug. Het is een cadeautje, oké? Gewoon de eerste beste speler die ik zag, wil ik een aapje geven. Heb ik bij deze gedaan. Haar naam is Joy. There you go. Gaat ze het accepteren? Dan heeft ze letterlijk een aapje te waarde van 300 Robux. Wacht, wat? Oh. Ze vond wat? Ze wil mij niks geven. Ze wil dat aapje gewoon gratis. Hé, dat mag. Dat mag. Dat is heel mijn insteek. Ik wil iemand iets geven. 3, 2, 1. En... Ik heb mijn aapje weggegeven. Oké, nu wil ik wel zien dat ze hem vasthoudt. Ik ben benieuwd hoe blij ze ermee is. Ze kan alleen... Ze probeert iets te typen, lijkt het. Maar ik kan niet zien wat ze zegt. Of kan ik dat wel zien? Nee, ik kan dat niet zien. Maar ze heeft een aapje. Wat inhoudt dat wij een nieuwe crate gaan openen. Om te kijken wat erin zit. Ik bedoel, hey, ik hoop nu natuurlijk wel dat er weer een aapje in zit. Als er geen aapje zit, heb ik geen aapje meer. Zover had ik nog niet nagedacht. Oké, 3, 2, 1. De laatste monkey crate. Oké, nee, ik wou dat gewoon doen. Ik weet namelijk dat er spelers zijn die misschien geen aapje kunnen halen. Of die er geen één hebben. En het liefst zou ik iedereen er één willen geven. Dat kan niet, maar meer van, ik zou het willen. 3, 2, 1, let's go. Wat zit erin? Yay! We hebben weer een aapje! Ja! Oké, we hebben een aapje en dat is echt super nice. We hebben er één bij. En ik heb een nieuw soort item gekregen die ik eerder nog niet had. Namelijk een umbrella. Wow! Hiermee kunnen we super hoog springen. En we hebben dus ons eigen aapje. That's amazing! Oké, wacht even. Ik heb misschien wel een leuk idee. Zullen wij het aapje Adopt Me laten zien? Ik bedoel, dit aapje is nieuw in de wereld van Adopt Me. En heeft vast wel het een en ander wat hij interessant vindt. Maar wauw. Ik vind het er wel heel gaaf uitzien. Oh, hij gaat over een maand weg. Oh, dus als je hem wilt zien moet je snel zijn. You are kidding me. Oh, dat is best wel episch. Maar in ieder geval... misschien bij genoeg likes dat ik het overweeg om net zo lang van dit soort crates te openen. Tot ik er zeg maar een super zeldzaam aapje uit krijg. Want ik geloof dat dat kan. Oh wacht, ik heb denk ik wel een idee. Ik bedoel, aapjes die houden van iets heel simpels. Namelijk van klimmen. En ik denk dat ik daar misschien wel wat voor kan bedenken. Er is namelijk een boomhut in dit spel, right? Ik denk dat er een boomhut in Adopt Me is. Of wacht even, we kunnen ook gewoon letterlijk de gigantische luchtballon in. Een aapje in een luchtballon. Ik weet niet of dat een verstandig idee is, maar hey, we zouden het kunnen proberen. Ondertussen wil ik een cadeautje openen. Wat zit er in mijn cadeautje? Oh, daar is een meisje wat wij een aapje hebben gegeven. Super schattig. Wat hebben we? Wow! We hebben een crate gekregen! Nice! That's amazing! Oh, ik vind het zo leuk. Zeg maar dat meisje is echt blij met haar aapje. Je ziet het gewoon. Ze staat naast me met haar aapje. Ik heb mijn aapje. This is amazing. En wat als we dan zeg maar nu bijvoorbeeld die frisbee gooien? Gaat hij er dan ook achteraan? Hij haalt hem letterlijk gewoon weer op. It's just great. Echt, mijn aapje is zo schattig. Zullen we hem wat te eten geven? Ik geef hem een hotdog. Wilt hij een hotdog? Ja, mijn aapje houdt van hotdog. Mijn aapje loves hotdog. Oké. Nee, maar zij heeft dus een aapje. Ze is er een soort van blij mee. Wacht even, ik heb trouwens nog iets, denk ik, wat ik kan geven aan het aapje. Ik weet niet of dat zo werkt. Kan ik iets aan het aapje geven? Want, wacht even. Give item from backpack. Ik heb er namelijk 2 gekregen. En dat is wel leuk voor het aapje misschien om mee te spelen. En dat is dit. Zo'n umbrella. Zeg maar die paraplu. Ik kreeg er 2 uit 1 crate. Dus misschien dat zij die kan gebruiken. En dan kunnen we samen super hoog springen. Ja! Spring! You got this! Spring zo hoog je kan! Weet ze hoe het werkt? Ja, ze weet hoe het werkt. Oh, dit is amazing. Dit is zo gaaf. En eigenlijk wil ik nog echt, om het helemaal mee af te sluiten, wil ik nog 1 laatste cadeautje halen. Maar ik bedoel, we hebben 2 aapjes. We hebben 2 aapjes gekregen in deze video. Dus 2 cadeautjes.
Dat is eigenlijk gewoon een slechte smoes om nog een cadeautje te mogen halen. 3, 2, 1. Wat zit erin? Wat zit erin? Wat zit erin? Oh, het is echt het minst onzeldzaam wat je kunt krijgen. Het minst onzeldzaam wat je kunt krijgen. Tot de volgende keer. En ik zeg adios.